Goedemorgen, het is maandag 4 maart 2019. Tijd voor een nieuwe weekvlog. Deze week is het thema werkwijze om de roosters tot stand te brengen. En ik wil ook nog ingaan op het krantenartikel wat is verschenen over uitspraken van minister Hugo de Jonge van het CDA. Om met het eerste te beginnen, ik had al eerder verteld dat Koeproen bijna 5 jaar bestaat. We zijn aanvankelijk begonnen als opzet aanloop naar een coöperatie. Dat is niet van de grond gekomen. En we zijn, ik ben toen alleen verder gegaan ruim 3 jaar geleden. En sindsdien is het zo dat wij met zorgkringen werken en met ZZP'ers. Niemand wil in loondienst, dat heb ik al geprobeerd. Die ZZP'ers hebben meerdere opdrachtgevers. En zij hebben dan, zij maken dan hun eigen rooster, hè, in samenspraak met onze planner. En zij combineren dat met hun eigen cliënten, zo noemen ze dat, hun eigen cliënten. En ja, dan krijg je eigenlijk elke ochtend, elke middag en elke avond blijven er bezoeken openstaan. En al 3 jaar is het zo dat ik elke avond werk. Elke avond en elk weekend. En ook bijna elke ochtend doe ik een paar ochtendzorgen en bijna elke middag. En ja, alleen in als ik een vakantie plan, dan werk ik uiteraard niet. Dan ga ik ook heel ver weg op vakantie, dat ik echt niet kan invallen. En ja, de ervaring is dat er altijd veel stress is vanwege alle openstaande bezoeken. En we hebben nu een nieuwe planster. Ze heet Wendy, zij is ook verzorgende IG. Dus zij heeft ook, ze heeft ook een heel veel ervaring opgebouwd als planner. En nu heeft zij een heel ander idee over hoe we, hoe we het roer kunnen omgooien, wat natuurlijk best wel ingrijpend is voor de collega's die op een bepaalde wijze hun weekrooster maken. Kijk, en wij hebben vandaag, het is dus maandag, kregen we over 1 uur 2 sollicitanten. Voor de 2e keer zien we ze. En zij, ze hebben heel veel belangstelling om voor ons te werken. Alleen zij kunnen er niet tussen, want het zijn zulke rare bezoeken die er openstaan. Of rare bezoeken, gewoon allemaal losse zorgjes. En als je dan van buiten Leiden komt, dan is het gewoon heel fijn als je een hele ochtend- en middagroute hebt, of een middag- en een avondroute. Dus dat, daar gaan we het nu vandaag over hebben, Wendy en ik. En dan wat betreft minister Hugo de Jonge, daar wil ik dan later deze week op terugkomen. Ik sta hier op de overloop. Daar heb ik ook deze week vlog geopend. En hier zie je de Marekerk. Rond de Hartenbrugkerk, Stadhuis Toren. Koeproen onderneemt dan vanaf een zolderverdieping. En dit is onze keuken. En dit is dus een badkamer geweest. Ja, het is een bad geïmproviseerd. Deze toilet gebruiken we niet, want dat kan niet in verband met de HACCP regels. Toiletten genoeg in dit pand. En dan is hier nog een douche. Altijd makkelijk voor als je een bad wil opfrissen na afloop van je dienst. En dit is de kantoorzaal. Ik wil even een klein rondleidingje doen.
Hier zitten twee dames te werken. Hier zien we Lucie, die onder andere de in- en verkoopfacturen doet. En straks ga ik met haar praten over de WMO. Evaluatie begrijp ik. En hier zit Wendy te zoeken aan contracten met nieuwe collega's. En hier hebben we ook weer prachtig uitzicht. Op de binnenstad. En deze ramen kunnen open, zodat we in het voorjaar en najaar heerlijk de directe zonnestralen binnen kunnen halen. En op deze kaart, hij is niet bijgehouden, maar moeten we weer eens updaten. Staan met prikkertjes de plekken waar onze cliënten wonen, zodat we efficiënt routes kunnen maken. Goedenavond. Een kleine update. Het is woensdag, 11:15. Ik kom net terug van een route. De week lijkt er toch iets anders uit te zien dan ik had gedacht. Dat heeft te maken met onder andere het feit dat ik ziek geworden ben. Ja, dan draait toch wel de toko door. Maar op iets lager pitje als ik had gedacht en gewild. Maar goed, dat is van één keer zo. Ik heb het aanvaard. En het verhaal van over de marktwerking van minister Hugo de Vries, dat gaat even in de ijskast. Ander onderwerp kom ik nog op terug over de veranderde werkwijze. De cliënten zullen daar niets van merken. Vandaag is er een cliënt onverwachts terminaal geworden. Ja, dat is vaak zomaar out of the blue dat gebeurt. Dus we moeten dan echt allemaal bijzetten. En vandaar ook dat ik ook weer vol in de route zit vanavond. En ook andere collega's, want die moeten ook weer andere collega's dan waarnemen. Maar goed, het ziet er allemaal nog goed uit. Tot morgen 12 uur is het allemaal geregeld. Ja, zo gaat dat dan per dag. En morgen hoop ik weer iemand te vinden voor 24 uur. Ja, het is dan toch wel even slikker dan. Het is een mevrouw die we allemaal goed kennen. En zo gaat dat in een leven. En ik had nog een mevrouw vanavond waar ik op bezoek was. Die heeft hele erge buikpijn sinds vanmorgen. En ja, dat is ook best zorgelijk. En ik dacht even dat ze onder mijn handen zou vertrekken, maar ik kon er nog weer bij de tijd halen, zeg maar. Ja, dan soms vraag ik wel eens mezelf af, waar doe ik goed aan? Maar ik ga dan gewoon op mijn intuïtie af. En ik schrok heel erg. En toen heb ik haar geroepen en nog gezegd, namen geroepen en gezegd toen ik wegging van, we gaan nog een keer samen in de voor in het, op het plaatsje samen een kopje thee drinken. Hè? Beloofd. Nou, dat was dan beloofd. Vandaag was Jolanda op kantoor. Die is dan op woensdag en donderdag op kantoor. En we hebben het over de indicatiestellingen gehad. We hebben even snel de cliënten besproken waar wat mee aan de hand is, zeg maar. Waar de indicatie moet worden bijgesteld. Gisteren, ik was ziek. Ik ben nog niet in orde trouwens. Ik ben zondag ziek geworden. En koorts en heel erg hoesten. En oor, keel, neus, noem het maar op. Dus ik voel me dus niet florissant. Ik ga gauw mijn bed in. Gisteren heb ik nog een gesprek gehad met Jeroen. Hij is mijn tijdelijk adviseur. Ik heb hem ingehuurd.
En hij, ja, ik kan dan zo één keer in de twee weken lekker met hem sparren. Nou ja, hij is wel positief en ik ben eigenlijk ook positief over de veranderingen die we hebben ingezet. En dat ziet er allemaal goed uit en we spraken af dat we maandag, of dat die afspraak hadden we al staande, gaan we met de kopstukken van kantoor, zeg maar, gaan we bij elkaar zitten en het jaarplan verder bespreken en de taken verder verdelen. En ik had toen, ja, weet je, dan ondanks dat ik dan ziek ben, dan draait de toko door. Een circus draait door en ook een thuiszorgorganisatie. En ik heb wel 's middags even mijn rust gepakt. Maar ja, ik was toen eigenlijk vergeten dat ik een leveranciersbeoordeling had. Maar ik heb hem toch laten doorgaan. En een leveranciersbeoordeling is hetzelfde als een jaargesprek bij collega's die in loondienst zijn. Ja, zo heet dat één keer en nou ja, dat is dan ja, een gesprek aan de hand van een format en ja, waarin de ja, zelfstandige wordt beoordeeld. En uiteraard ben ik ook altijd heel benieuwd naar wat de collega vindt van Koeproem en van mij. Ja, en dat was eigenlijk ja, de stand van zaken deze week. We zijn ook nog wel verder uitgewerkt de verandering in de werkwijze vanaf 1 april. Cliënten zullen daar niets van merken. En ja, het heeft wel heel veel voordelen voor de collega's en ook voor mij. En daar kom ik wel later deze week op terug. Ik ga nu mijn bed opzoeken. Ik woon in hetzelfde pand als waar Koeproem huist. En ik neem me nu voor dat ik niet doorloop naar kantoor. Die verleiding is natuurlijk heel groot, maar dat doe ik niet. Ik ga lekker even relaxen en dan mijn bed in. Hier een impressie van af de Singel op het pand van Koeproem. Ik sta hier vol op de wind. Beeld dat bibbert een beetje. In het dak, de kapelletjes die je daar ziet, dakramen, daar onderneemt Koeproem. Ik woon zelf op de tussenlaag samen met mijn echtgenoot. En op de begane grond, daar wordt ondernomen door beleidsonderzoekers. Die ronding waar lichten branden, dat is onze vergaderzaal. Het is een gemeenschappelijke vergaderzaal. Hij is ook momenteel in gebruik door de beleidsonderzoekers, Blauwberg. En vanuit dat pand, het is een industrieel erfpand van mijn echtgenoot en mij, werd, toen het gebouwd werd, keek je uit op de weilanden. En ja, dat is al lang niet meer het geval. Dit water. Dat is de buitenste singelring, is uitgegraven in ongeveer 1664 en er stond vroeger een poort en die is na 200 jaar, dat was in 1864, is die afgebroken. Toen is dit pand gebouwd door Gerrit Tjibboel. Deze brug, dag en nacht gaan hier fietsers en voetgangers overheen. Het is een van de hoofdverbindingen naar de binnenstad. Erg leuk om hierop uit te kijken. En bovenop die ronding, daar is mijn terras. Je ziet een glazen gang en een bruggetje dat het monument verbindt met ja, de vergaderzaal. Er zit ook souterrain onder en toen we dat gingen uitgraven, vonden we ook de rest van het kolom. Veel restanten gevonden van de poort en er is een stadsarcheoloog nog bij geweest. Nou, dus even voor het idee, er is ook nog een kunstwerk te zien. Die hebben mijn echtgenoot en ik gekocht in Berlijn ooit. En het kunstwerk heet Helena en dat heeft Aart, mijn echtgenoot, genoemd naar mij, want mijn eerste naam is Helena. Voordat het wel blijft.
fietser kijk. Ik sta nu op de brug en blik op de Halema trekvaart. Hier was heel veel scheepvaart toen er alleen nog paarden en wagens bestonden en geen auto's. En dat ging dan over een brug die hiernaast lag. Ik heb me ooit verdiept in de geschiedenis van dit stukje Leiden. En dat café, wat op het hoekje is van de Vestwal, er was een herberg met allemaal paardenstallen. En de eigenaar, Gerrit Tibboe, heeft het pand gebouwd toen de poort werd afgebroken. Hier zie je nog een beetje, de contouren van die poort klopt niet helemaal, want hij was groter. We hebben ook, hier staat mijn auto, die hoort er eigenlijk niet te staan. Ik heb ook een privé parkeerplek. Goed, dit is dan, heeft Gerrit Tibboe gewoond. En dit waren allemaal paardenstallen. En deze gracht liep door, nu loopt hij dood. En hij wilde ook niet op die lelijke paarden gebeuren kijken, zo ging dat dan. Dus wij waren verplicht om dit helemaal een oude stijl te herstellen. En we mochten nog wel extra ramen maken hier in dit pand. Ja, het is heel leuk. We hebben ook, zeker weer 2 jaar geleden, werden we benaderd of hier gedichten, zover een heel verhaal mocht. En, dit is een Curaçaose dichter. Een heel verhaal zit erachter. Goed, het was even een blik aan de buitenkant van Komkom. Goedenavond, het is vrijdag. Ongeveer 8:10. Ik ga nu een korte avondroute doen van 3 cliënten. En ik ga nog even langs bij een cliënte die bij ons in de terminale fase zit. Terminaal betekent dat er een levensverwachting is van korter dan 3 maanden, wat dan vastgesteld is door de huisarts. Op dit moment is Sharon bij deze cliënt en niet alles is aanwezig. En dan kijk ik op kantoor wat ik nog heb liggen. Er is ook nog een kelder, daar ben ik zojuist even in geweest. Er is een zolder, daar ben ik ook op geweest. En ik zal je laten zien wat voor spullen. Ik sta hier namelijk voor de lift. Ik draai me even om. Dit is gewoon beneden de hal bij Kopgroen. En ik draai het beeld even om. Ik heb het beeld omgedraaid. Dat gaat met een iPhone alleen door de film even stop te zetten. En zoals ik al eerder zei, er wordt gewerkt aan verbetering door middel van een vlogcamera. Maar zover is het nu nog niet. Ik doe de liftdeur open. Doe ik even open. Ik ben inmiddels op zolder geweest, daar heb ik een luchtmatrasje opgehaald. Vochtige doekjes zien we hier liggen. En dit zijn handschoenen. De dame in kwestie is klein, dus ik kan wat kleine broekjes vinden. Een thermometer. Onderleggertjes liggen er ook nog bij. En hier staat mijn werkmand en mijn werktas. Ik heb heel veel tassen en het moet ook weer kloppen met mijn schoenen. En zoals je kan zien, ben ik helemaal in balans. Goedemorgen, het is maandagochtend 11 maart, afsluiting van de tweede weekvlog. Niet in het weekend zoals ik had aangekondigd. Het heeft ermee te maken dat er een beetje een atypische ritme komt. Vlog 1 en 2 komen wat later online om allerlei logistieke redenen. En vlog 3 zal elke keer. Vanaf vlog 3 is het recent. Dan op woensdag sluit ik de vlog af en op vrijdag staat hij online.
Dus nu is het gewoon wat verlaat. Het was een vrij druk weekend. De mevrouw met buikpijn waar ik het over had, bleek galstenen te hebben. Ze is geopereerd, ze maakt het goed en ze komt vanmiddag weer naar huis. En we hebben dan een terminale zorg, daar ben ik best wel veel mee in de weer geweest het weekend. Met name ook regelen. Ik kom net bij de vandaan, ik ga elke dag even kijken. En nu is het zo dat de cliënte aan het opknappen is. Na 3 dagen euforie, nu toch al erg moe. Maar het blijkt eigenlijk dat ze weer gewoon alles eet en drinkt. En ik heb voorgesteld aan de huisarts om de terminaalverklaring te herzien. We kunnen het nog een paar dagen wel uitzingen met 24 uur zorg. En daarna, wat ons betreft, een acute plek in een verpleeghuis anders. Ze is afgewezen bij een hospice. Daar is ze gewoon te goed voor. Maar het was echt vorige week een hele zware griep. En we dachten van nou, dat overleeft ze niet, maar ze is er bovenop gekomen en het ziet er allemaal heel gunstig uit. En ik had routes deze week, of dit weekend, en nog wat kantoorwerk. Dus het was best wel een pittig weekend. Ik ga nu naar kantoor rijden en dan hebben we een overleg. Over het jaarplan 2019 en de prioriteiten en wie gaat wat doen, gaan we bespreken. Goed, ik zou ook nog even terugkomen op de e-mail die ik heb gestuurd naar alle collega's over de veranderde wijze van roosteren. Ik ben er heel blij mee. En de voordelen die dat heeft, is dat er ook heel gemakkelijk nieuwe collega's kunnen worden geïntroduceerd. Omdat er dan ook echt plek is op bepaalde dagen met routes. De vakanties kunnen beter opgevangen worden van de collega's, zodat het rooster niet versnipperd is. En iedereen bij Cooproom heeft regie over de eigen agenda, inclusief ik. Dat heb ik er dan niet bij geschreven, maar kijk ik heel erg naar uit. Verder is de kwaliteit van de zorg is dan beter gegarandeerd, doordat iedereen zo optimaal mogelijk in balans is. Wat ik zelf uitvind als visie, dat geldt ook voor mij. En het laatste voordeel is dat we ook beter vooruit kunnen plannen. En dat het niet meer last minute is. En dat we nog eigenlijk vandaag bezig zijn met de route van morgen en overmorgen. En soms zelfs de route van dezelfde avond nog. Dus het is nog even 2 weken afzien. En breekt er hoop ik een andere tijd aan. In ieder geval krijgen we een nieuwe collega erbij 1 april. Dus dat geeft sowieso al ruimte voor mij in ieder geval. Ik wens jullie een hele goede dag en tot de volgende week vlog.